Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 13 december. Nu 20 landen de WHO-doelstelling van 40% vaccinatie in het einde van het jaar nog niet hebben bereikt en de Omicron-variant nu in 6 landen in de regio's ontdekt, zei de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie PAHO, Carissa F.E. Chan, dat een snellere toegang tot vaccins de sleutel zal zijn tot de bescherming van bevolkingsgroepen, met name de meest kwetsbaren. De komst van een nieuwe variant betekent niet noodzakelijkerwijs dat het erger zal worden, maar het betekent wel dat we extra waakzaam moeten zijn, zei ze tijdens een persconferentie waarbij ze aandrong op voortzetting van vaccinatie en volksgezondheidsmaatregelen. Vorige week zijn in de Pan-Amerikaanse regio meer dan 782.655 nieuwe COVID-besmettingen en 10.950 sterfgevallen gemeld, maar slechts 55% van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is volledig gevaccineerd. In sommige landen, waaronder Guatemala, Haiti, Jamaica en Sint Vincent en de Grenadines, is de vaccinatiegraad nog veel lager. De PAHO-directeur riep op tot een lange termijn strategie die rekening houdt met de beschermingsduur van de vaccins, hun effect op verschillende leeftijdsgroepen en het gedrag van nieuwe varianten, terwijl de regio er hard aan werkt om mensen zo snel mogelijk tegen dit virus te beschermen. Het is bijna de normaalste zaak van de wereld. Juist ja, mondkapjes. Best lastig, want je krijgt het er soms warm van of ze zitten gewoon niet lekker. Maar toch is het dragen van mondneusbedekking een belangrijk wapen in de strijd tegen COVID-19. Maar waarom dan? Het coronavirus dat verspreidt zich door de lucht in vochtdruppels. Deze komen vrij als we praten, niezen, hoesten, zingen, lachen of schreeuwen. Deze vochtdruppels blijven zweven in de lucht en belanden na ongeveer 1 tot 1,5 meter op de grond. Daar komt dus ook de COVID-afstand van 1,5 meter vandaan. Een mondkapje zorgt ervoor dat een groot deel van de vochtdruppeltjes wordt opgevangen. De vochtdruppeltjes die niet door de stof van het mondkapje worden opgevangen, komen nu in golfjes naar buiten in plaats van in een stroom. Hierdoor kunnen ze minder afstand afleggen in de lucht. En dat is beter, want dat verkleint de kans dat ze terechtkomen op een andere persoon of een voorwerp. Dus waarom moet jij een mondkapje op? Het kan zijn dat jij drager bent van het coronavirus. Je hoeft niet eens ziek te zijn, dus je weet het niet eens. Maar je kan wel andere mensen ziek maken, want ze zijn kwetsbaarder dan jij. Dus neem je voorzorg, doe je mondneusbedekking op en bescherm anderen. COVID-19 de futang. Dat maakt om kibri ons revi naar een trouwang. Laat je vaccineren nog voor de feestdagen met het Pfizer, Moderna of Sinopharm vaccin, omdat we niet weten wanneer de nieuwe bestemde vaccinaties arriveren in Suriname. Een vraag dat ook veel gesteld wordt is: hoe ontstaat een variant? Minister Amar Ramadin is een arts. Ook hij heeft een wetenschappelijke opleiding gevolgd. Hij legt uit hoe een variant zich ontwikkelt. Hoe ontstaat een variant? Het is een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Maar de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van een variant is eigenlijk dat hoe meer gevallen we hebben, hoe meer besmettingen we hebben, hoe meer van het virus blijft circuleren in mensen en de tijd dat een virus doorbrengt in een gastheer, dus in dit geval de mens, geeft ruimte aan het virus om zich te evolueren en te muteren. Dus bij de deling, virussen delen zich in het lichaam. En bij de deling kunnen er mutaties plaatsvinden. En als heel veel mensen nog besmet zijn, heel veel mensen niet gevaccineerd zijn, besmet zijn, dan is er ruimte voor het virus om zich te delen en te gaan muteren. En daarom zie je dat na zoveel tijd, en vooral in delen van de wereld waar heel veel mensen nog besmet raken, dat er mutaties kunnen ontstaan. Dus de oplossing hiervoor is dat zolang je die besmettingen in de wereld nog niet onder controle hebt, gaan er mutaties blijven ontstaan, gaan er varianten blijven ontstaan. Dus als we in Suriname na een jaar, niet alleen in Suriname, in de wereld na een jaar blijven op dit niveau van gevaccineerden, ja, dan is het voorspelbaar dat er nog een aantal varianten zullen ontstaan. Dat is de conclusie die getrokken is door wetenschappers, echte wetenschappers, om het zo te noemen. Maar belangrijk is dat wij
de voorzorgsmaatregelen moeten nemen en de preventiemaatregelen moeten nemen, dus die mohana, en vaccineren, waardoor de kans op besmetting afneemt. En als in massa heel veel mensen, miljoenen, miljarden mensen, tegelijkertijd zich laten vaccineren, dan ga je zien dat ook het virus geen ruimte meer krijgt. Kijk, het virus heeft een speelveld nodig. Het virus heeft een speelveld nodig. Zelfs een voetballer die je eigenlijk in een huis kan hebben. Maar de voetballer komt tot uiting wanneer je op een speelveld bent in een wedstrijd. Ja. En dat heeft het virus nodig in het lichaam van een mens. Ja. Dan komt hij helemaal los. Gaat hij delen, gaat alles doen wat hij wil. En uiteindelijk krijg je varianten. Dat is de evolutie. Want een virus muteert zich. Waarom? Het is de kracht van een organisme ligt erin om te overleven. Hoe moet ik overleven? Het virus, wij willen overleven als mensen. Ja. Maar het virus wil ook overleven. Dat is de wet der natuur. De evolutiewet is the strongest species will survive. De Omicron variant heeft volgens wetenschappers zeker 32 mutaties aan spike-eiwitten. De haakjes waarmee het virus zich aan menselijke cellen bindt en waarop onze vaccins gericht zijn. Het is daarmee de meest afwijkende mutatie die tot dusver is gevonden. Het afwijkende uiterlijk is een aanwijzing dat het virus zich mogelijk ook anders gedraagt dan de varianten die we tot dusver kennen. Dat het virus anders is, wil nog niet zeggen dat het erger is. Maar de vrees is wel dat deze variant nog besmettelijker is dan de Delta variant, die nu op veel plekken wereldwijd dominant is. Kijk, een virus kan je zien als een balletje met allemaal stekels. En die spike-proteïne is een van die stekels die extra dingen heeft. En die, je kan het zien als een haak, die probeert zich te haken in je lijf om je ziek te maken. En het vaccin en al die dingen die vechten er tegen zodat die haak niet puntig is en dat die wegglijdt. Probeer het maar eenvoudig uit te zeggen. Dus dan werkt er niet op. En die spike-proteïne bij die COVID, dat is dus eigenlijk, kan je zeggen, die haak die zich heeft kunnen inhaken op verschillende plekken. De Pfizer en de Moderna vaccins die zijn specifiek gemaakt, gericht op dat spike-proteïne. En AstraZeneca ook trouwens. En daar probeert men dus eigenlijk ervoor te zorgen dat het niet kan aanhaken. Maar nu is als die haak zo stond bij die eerste varianten, heeft die Omicron verschillende angels nog gemaakt, want hij heeft al die varianten, heeft al die veranderingen, 30, meer dan 30 veranderingen zijn erop. Dus er zijn meer haakjes, dus hij kan weer makkelijk haken en hij haakt heel makkelijk. Daarom besmet hij ook heel veel mensen. Ik weet niet, dat is hopelijk eenvoudig uitgelegd. In delen van Europa nemen de gevallen weer eens toe. Zo heeft Engeland haar maatregelen opnieuw aangescherpt. Mensen worden geadviseerd om van huis uit te werken. Prime Minister Boris Johnson zegt te snappen dat men de maatregelen hard zullen vinden, maar alleen zo kunnen we de besmettingen verminderen. Dwindling numbers on the commute on Friday, and from today many workers will stay at home after the advice in England changed again. You should work from home if you can. I know this will be hard for many people, but by reducing your contacts in the workplace, you will help slow transmission. In Newmarket, some were resigned, others disappointed. If we have to, we will do, and I can do my job from home. I've been going into the office one day a week. It's just nice to go somewhere different, just have a bit of a change, get out of the house, actually like put on proper clothes. Some worry that something is lost when people can't meet in real life. Just feel like there's a bit of a loss of that team working. We're a small team, there's only 8 of us, and it's really easy these days just to turn on Zoom or Teams or whatever it might be to have a meeting. But yeah, you sort of lose a bit of granularity when you start heading down that route, in particular when it's simple enough to turn around and ask somebody a question. Now you can just have to jump on an hour Zoom call. In the UK, England was an outlier. Scotland, Wales and Northern Ireland had already advised staff to continue working remotely wherever possible. Just under 36% of workers in Britain did some work from home in 2020, according to the Office for National Statistics. That had an impact on city centres. And even though many people are yet to go back to the office full time, in the last week of November, 7 in 10 travel to work at least once.
In Sheffield, this restaurant has already been affected by Plan B. Pretty much overnight, we lost about 100 covers with the announcement of Plan B. We foresee more, losing more covers, and obviously, you know, not to mention the walk-in trade that we'll miss over Christmas and the New Year period. So really, I think for the hospitality industry, this is a real devastating blow. The question that's likely to be in many people's minds as they make their morning coffee and commute the few paces to their laptop today will be how long will they be working from home for? Caroline Davis, BBC News. Tijdens de persconferentie gaf Dr. Javier Assin meer duidelijkheid over het reproductiecijfer. Wanneer is er sprake van besmettingen? Hij haalt Engeland aan als voorbeeld waar het reproductiecijfer tussen de 2 en 3% ligt. Bijvoorbeeld in Engeland waren er een hoog vaccinatiepercentage en ook in Amerika een R-reproductiecijfer van tussen de 2 en 3. Dat wil zeggen dat elke geïnfecteerde 2 of 3 andere infecteert. Dat is heel hoog. Het hoogste wat we hier in Suriname hebben gehad is 1,6. En we hebben hem nu op 0,9. Hij was vorige week 0,8. En daar zijn we al blij mee. Maar alles boven de 1 betekent dat we de volgende dag veel meer geïnfecteerden hebben. En je moet je voorstellen dat dat reproductiecijfer 2-3 in een land is met een hoge vaccinatiegraad. Een vaccinatiegraad die het dubbele is van die van ons. Dus ik hou echt, echt mijn hart vast hoeveel mensen die Omicron gaan krijgen. De vaccins die lijken er ook minder tegen te beschermen. We zien zelfs bij Pfizer, wat toch echt een heel hoge effectiviteit had bij de eerste variant, dat het bij Omicron 40 keer minder reageert wat antilichamen betreft. Er spelen natuurlijk ook andere factoren een rol. Maar het is wel een teken dat dubbel gevaccineerd zijn eigenlijk niet voldoende is. En daarom zijn we al heel vroeg begonnen met boosteren. We zijn in de vierde golf al begonnen met boosteren. Maar ook dat boosteren gaat in Suriname niet van harte. Van de mensen die daarvoor in aanmerking kwamen, dus de mensen die 5 maanden geleden gevaccineerd waren, daarvan hebben 30% een booster gehad. Nu is het natuurlijk wel zo dat niet iedereen die 5 maanden geleden volledig gevaccineerd was, voor een booster in aanmerking komt, maar wel meer dan de helft. Dus al met al, er zijn nog heel veel mensen die eigenlijk een booster zouden moeten hebben, maar die hem nog niet hebben gehaald. Dus ook hun spoor ik aan om echt zo snel mogelijk die booster te gaan halen. We moeten ons blijven houden aan de Mohana-maatregelen en daarop gaan we u blijven herinneren. We zien toch nog dat er feesten georganiseerd worden en vooral in Noord. De politie heeft nog eens laten weten streng op te treden tegen deze overtreders. We gaan eruit voor vandaag. Een fijne dag voor u. Tot de volgende keer.